Nou, we zijn vanavond op het complex van Klein Zwitserland in Den Haag. En we gaan vanavond gecombineerd voetballen en hockeyen tegen ADO Den Haag. Dus dat wordt hockeyen voor ADO Den Haag? Ja, dat is, ik denk dat het heel goed is omdat we nu eens een keer kijken, als we zijn in ieder geval in de Eredivisie gebleven, of we het met hockey ook kunnen winnen. Nou, het lijkt natuurlijk niet met elkaar samen te kunnen gaan, maar het gaat fantastisch samen. Want we hebben meer gemeen dan menigeen denkt. Hè? We zitten hier op het zand, zoals ze dat hier noemen. En ADO Den Haag voetbalt op het veen. En ADO Den Haag is voor iedere Hagenaar natuurlijk een begrip. Hè? Ook voor veel Klein Zwitserland hockeyers. En de ouders van spelers hier op Klein Zwitserland. En dat is denk ik het unieke van de combinatie. Nou, dat hebben we nu 4 jaar gedaan en dat blijkt geweldig goed te werken. Dus iedereen kijkt er ieder jaar toch echt naar uit. Of we nou gedegradeerd zijn, gepromoveerd, net niet gedegradeerd of net niet gepromoveerd. Maakt niet uit, gaat altijd door. Het is natuurlijk gewoon een unieke situatie. Zeker het hockey, en dat zal je straks ook wel meemaken. Ik denk ook dat de vrouwen de heren het heel moeilijk gaan krijgen. Hey, net gespeeld tegen die mannen van ADO, was het lastig? Nee, helemaal niet eigenlijk. Het was heel erg leuk. Een beetje dolle en een beetje lachen gewoon. En dan sta je dus daar in dat veld zonder stick. Ja. Dat moet heel raar zijn. Ja, klopt. Het is wat anders. Hè? Normaal sta je met een stick rein door het veld heen en nu moet je het in één keer met je voeten doen. Wat doe je er met je handen verder? Ja, je shirtje trekken en kaarten vragen. Leuk dit. Ja, was leuk zeker om te doen. En een beetje wennen in het begin, maar ja, het is wel heel leuk. Dan sta je met zo'n stick in je hand. Ja, nou ja, het is meer oppassen dat ik anderen niet verwond. Dus het is meer even wennen denk ik voor de tegenpartij. Maar nee, het was hartstikke leuk. Goede sfeer volgens mij. Zeker, heel gezellig. Nu even een hapje eten boven het clubhuis samen met die gasten en dames heen. Ja, wordt heel gezellig. Waar is een beetje lief, die meiden? Nee, dat niet. Ze rachen er wel doorheen, maar ja, dat hoort erbij kennelijk. Het gaat harder aan toe dan je denkt. Dus, viel tegen, ja? Ja, het best wel harder. Je verwacht normaal dat je elkaar stik niet mag rammen, maar ja, alles was geoorloofd, denk ik.